geloof er geen flikker van. Nederland is festivalland, geloof nummer 1. Ga vooral festivals houden ergens in de banlieue, in de industriegebieden. Maar niet in oude parken, dat moet je niet doen. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Berichtje van Margreet. Het zal Maarten deugd doen dat wij thuis altijd nog erg moesten lachen zodra de PvdA de Internationale ging zingen. Het congres was toen nog nieuwswaardig en bij de Internationale richtte de camera zich stevast op Joop en Lisbeth Den Uyl, die niet heel erg toonvast waren. Het enige wat op dit gebied nog erger was, het optreden van Avondrood. Ja, ik weet niet wat Avondrood is, maar zo waarschijnlijk een koor zijn geweest of zo. Joh, ik heb dat al eens eerder uitgelegd. Als ik nou ergens de pest aan heb, dan is het aan alles waar gezamenlijk gezongen moet worden. Overal waar we in de rijdans moeten, overal waar de Polonaise gelopen moet worden. Niet waar al dit soort van onaangename collectiviteiten, daar heb ik helemaal niks mee. Ik geef toe, het is vaak voor de opbouw van gezamenlijke gevoelens schijnt het allemaal enorm belangrijk te zijn. Maar ik heb gewoon niet zo verschrikkelijk veel met gezamenlijke gevoelens. Ik moet zeggen, hier op Texel waren ook nog wat vlaggen die omgekeerd hielden. Maar ook dat maakte eerder op mij een lachwekkende indruk dan dat ik er van onder de indruk ben. Ja. Ik heb sowieso niet zoveel met de vlag. Nee. Nou, maar de uitweek begint volgens mij nu in Utrecht. Dus er wordt weer veel gezongen, denk ik, ook in studentenhuizen de komende week. Ja, ik ben er bang voor dat er veel gedwongen gezongen. Hè. Kijk, als mensen uit zichzelf willen gaan zingen, ik juich het van harte toe. Iedereen die lid van een koor wil worden of die onder de douche zingt, ik vind het allemaal prachtig. Maar het gaat mij om zangdwang, daar gaat het mij om. Ja. Dat heb ik ook al uitgelegd. Ik weet niet of ik dat uit heb gelegd. In de groentijd was ook altijd zangdwang. En ik had daar wel zo'n ongelofelijke teringhekel aan. Hè. Dat je mee moet zingen, hè. Nou ja, een beetje wat ik heb beschreven over die Internationale. Hey Lummel, sta jij eens op en zing eens mee. Ja. Ik was helemaal geen lid van een partij geworden om mee te gaan zingen met wie dan ook. Nee, leuk berichtje van Margreet, dankjewel daarvoor. Andere mensen die melden dat deze week de Vuelta is in Utrecht. Dus dat jij eventjes, als je nog weg moet, maar je bent op vakantie nu, dus het scheelt. Dus je hebt geen last van alle verkeersproblematiek. Ja, precies. Ik heb mijn vakantie speciaal gepland om mij te onttrekken aan deze gruwelijke gebeurtenis. Waarbij ik het gemeentebestuur in de ruimste zin van het woord nogmaals op wil roepen. Hou op met die onzin. Hè. Beperk ook al die lopen. De single loop, de jongeren loop, de invalide loop, de hele zandekraam. Niet waar, de stad is niet het speelveld voor sportliefhebbers. De stad is de stad voor de burgers. Hè? Het Wilhelminapark is geloof ik aangewezen als festivallocatie. Het is een oud, kwetsbaar, betrekkelijk klein park. Hou op met die onzin. Hè? Festival. Nederland is festivalland, geloof ik, nummer 1. Ga vooral festivals houden ergens in de banlieue, in de industriegebieden. Maar niet in oude parken, dat moet je niet doen. Ja, maar ik heb ondernemers op Rijnsweerd gehoord en die zeggen, ja, die komst van die Vuelta is een ontzettende stimulans voor de gebiedsontwikkeling hier. Ik geloof er geen flikker van. Trouwens, dat wil ik nog eens een keer aanpunten. Utrecht heeft helemaal geen gebiedsontwikkeling nodig. Utrecht is een boomstad. Het gaat geweldig goed met Utrecht. Het gaat eerder te goed dan dat het slecht zou gaan. Ja, als je dit had gezegd 50 jaar geleden, toen Utrecht artikel 12 gemeente was, akkoord. Maar nu heeft Utrecht dat helemaal niet nodig. En nogmaals, er is geen reden om ten behoeve van een kleine minderheid, een grote meerderheid van burgers, niet waar, lastig te vallen met straten die langdurig afgezet zijn, platgetreden parken en gaan ze maar door. Nou, dus 20 augustus is het, hè? En volgens mij is het rondom het Science Park waar het allemaal plaatsvindt. 20 augustus, daar ben ik ook in gods gelukkig nog net niet terug. Oké. Overigens vond ik het wel interessant dat Rijnsweerd zegt, voor de mensen die niet uit Utrecht komen, dat is eigenlijk het gebied, ja, als je langs richting Hilversum op de A27 rijdt, waar je het AZR-pand ziet en het voormalige Fortis-pand, daar willen ze de komende jaren woningen voor gezinnen en zo gaan bouwen, terwijl het nu nog vooral een kantorenplek is. Ja, mijn best. Rijnsweerd, ik vind het geen gezellige buurt. Dus, nee. Ik woon er ook niet, dus ja, ik lig er niet wakker van, laat ik het zo zeggen. Okay. Je ziet aan mijn arme broer, die verhuisd is nu, waarom de drukte van de stad te ontlopen.
woonde in Hartje, Amsterdam. En dan verhuisde naar Texel en dan word je alsnog getroffen door de toeristen-tsunami. Nou, hij heeft er dus wel last van die all-inclusive mensen. Ik geloof dat dat dan wel weer meevalt, maar het kan ook hier heel druk zijn, ook waar hij woont. Ja. Je hoort altijd van de Waddeneilanden dat bijvoorbeeld ook mensen die in Groningen in het ziekenhuis werken, naar een goede baan hebben, dat die toch in de weekenden, ook in de herfst- en winterperiode, eventjes naar bijvoorbeeld Ameland gaan of naar Terschelling. Ja, dat kan natuurlijk. Als je in Den Helder woont, dan kun je zo overwippen naar Texel. Dat is niet zo'n groot probleem. Ja. Maar Vuelta en zo, om daar nog even op terug te komen, dat hoeft wat jou betreft niet meer terug te keren. Want het gaat ook naar Den Bosch volgens mij. Het is op drie plekken in Nederland. Nee, ik ben naar Falikant tegen. Ja. De Vuelta is een Spaanse wielerronde. Ik begrijp absoluut niet waarom die in Utrecht of in Kopenhagen of in Malmö zou moeten beginnen. Hmm. Absoluut niet. Hmm. Maar moet dat? Je weet precies hoe dit komt. Dat komt omdat die steden willen zelf op de kaart zetten, zoals dat heet. Nogmaals, Utrecht staat al op de kaart. Dit is echt flauwekul. Je moet ervoor betalen. Er wordt dik betaald voor deze. Ook dat daar wordt de burgers niets over gevraagd, over de aanzienlijke bedragen die nodig zijn. En ik heb altijd begrepen, als de eindafrekening op wordt gemaakt en je tabelleert alle kosten die gemaakt zijn om die halve garen vertoning te laten plaatsvinden, dat het rendement negatief is. Ja. Ja, je hoort wel heel veel plekken die zo'n wielertocht hebben gehad. Bijvoorbeeld de Tour, die is ook wel eens in Nederland gestart of heeft een etappe hier gehad, dat het toch wel goed is voor de lokale economie. Ik geloof er niks van. Laat maar eens precies uitrekenen hoe dat zit. Er worden allerlei kosten, die worden gewoon niet meegenomen en dan lijkt het wel voordelig, ja. Maar dat is het helemaal niet. Ja. Dus de totale kostenposten, als je die serieus rekent, met name wat zo'n gemeente eraan uitgeeft, dan geloof ik helemaal niet dat het voordelig is. En nog afgezien daarvan, zelfs als het voordelig zou zijn, heb ik bezwaar tegen het feit dat een grote hoeveelheid burgers die er niets mee van doen heeft, dat die gehinderd wordt met dit soort van sportfestiviteit. Ja. Hey, dan eventjes naar de inflatie. De slimste mens, althans een voormalig slimste mens, Peter Hein van Mulligen van het CBS, die heeft gezegd, de overheid kan eigenlijk twee dingen doen nu. Hè. Ze kunnen iets met de prijzen doen, bijvoorbeeld een maximum stellen aan de energieprijzen, of bijvoorbeeld de belasting naar beneden doen, of ze kunnen inkomenssteun geven. Vind jij dat dit het moment is om daar serieus naar te gaan kijken? Nou, ik bedoel, inkomenssteun ja, maar dan moet je natuurlijk wel ervan uitgaan Dat lijkt mij eerlijk gezegd ingewikkelder dan om eens te kijken naar de belastinghoogte van die diverse energieleveranties. Ik moet zeggen, ik was altijd gefrappeerd als ik mijn energierekening zag, hoe groot de fiscale kosten waren die op die zaak drukten. Dus misschien zou je daar eens naar moeten kijken. Hmm. Ik vind ook wel dat de Nederlandse overheid gehouden is om eens uit te leggen waarom het in Nederland zo ontzettend veel duurder is dan elders. Wat is hier dan anders? Dan, het stond zo'n staatje met de energiekosten, geloof ik, in België. Daar is het gewoon significant goedkoper. Trouwens, Frankrijk dacht ik ook. Ja, Frankrijk ook. Dat ligt misschien aan die kernenergie die ze daar gebruiken. Dat weet ik niet. Ik ben geen deskundige op dit terrein. Maar enige uitleg is wel geboden. En ja, als je inkomenssteun gaat geven, zorg dan wel dat het daar terecht komt waar het terecht moet komen. Ik heb het niet nodig. Het moet gaan naar mensen die het nodig hebben. Hmm. Ja, er was inderdaad zo'n kaartje. De kostenstijgingen zijn zo spectaculair dat ze er wel zeker en iets significants aan moeten doen. Ja. Ken jij nog de zalmsnip uit de jaren 90? De zalmsnip? Nee, ik weet niet, wat was de snip ook weer 100 piek toch? 100 gulden per jaar inderdaad, ja. Met 100 euro per jaar zul je niet op dit moment weinig soda aan de dijk zetten, denk ik. Nou, maar je zou kunnen zeggen geen 100 gulden, maar bijvoorbeeld 2000 euro. Nee, ik denk dat die steun er op miljarden zal, tientallen miljarden zal uitdraaien. Ja, 16 miljard is uitgerekend. Nou ja, kijk, dat zal nog wel iets duurder uitvallen als het uiteindelijk de zaak wordt opgemaakt. Ik vind wel dat je dat doet, want je kunt dat niet van mensen vragen. Dat ze meteen, vooral bij de kleinere inkopers, dat van de een op de andere moment de energierekening verdrievoudigt. Door tijdelijke omstandigheden naar ik aannemen. Ja. Het is niet iets wat permanent is, naar ik aanneem, vanwege die oorlog in de Oekraïne.
Ja. Je moet natuurlijk ook goed kijken wat zijn de specifiek Nederlandse componenten en in hoeverre is dit gerelateerd aan ontwikkeling in de hele Europese of in de wereldeconomie. Ook in de Verenigde Staten zit de inflatie tegen de 10%. Ja. Al is daar de kosten van de benzine nog steeds de helft van ons. Hè? Dan wordt nog steeds winst gemaakt op een literprijs die de helft is van de Nederlandse literprijs. Denk daar ook eens aan. Ja. Maar wat zou een kabinet moeten doen, vind je, op dit moment? Nou, het meeste, die moet zo efficiënt mogelijk die mensen steunen die het hardste nodig hebben. Daarvoor zou ik zeggen, wel Peter Heijn, die kan dat fijn voor je uitrekenen. Die weet hoe die dat hele fiscale gebouw in elkaar steekt. En ook het Tinkomersgebouw. En daar zal iemand verstandige dingen over moeten zeggen. En die moeten dan uitgevoerd worden. Maar het zou ook wel fijn zijn als het kabinet duidelijk maakte dat ze aan denken, wat ze erover denken, hoe ze erover denken. Laten we zeggen dat ze de indruk maken dat ze aan het werk zijn. En dat is nu niet zo? Nou, tot nu toe niet. Jij wist er ook niks van. Ik ook niet. Nee. Ik ben toch net een nieuwsvolger. Nee. Dus als ze spectaculaire dingen hadden voorgesteld of besproken, dan hadden we er toch wel iets over gehoord. Ja, maar het is nu reces natuurlijk, hè? Ja, dat hebben we wel. Bij reces hebben arme mensen die veel moeten betalen niks mee te maken, zou ik zeggen. Reces aan Mahula. Als het land dringend bestuurd moet worden in dit geval, dan zou ik zeggen, dan maar niet van reces. En als ze nou... zijn ook al heel lang op reces. Ja, ja. Ja, Rutte zat in Oostenrijk, hè, op een balkonnetje helemaal in zijn eentje. Heb je dat gezien, die foto's? Ja, Oostenrijk. Nee, dat heb ik niet gezien. Er was een fotograaf die was naar Oostenrijk gegaan en die had het appartement. Hij mag van mij best met vakantie, dat is helemaal geen probleem. Maar dan neem ik aan dat Kaag de ministerraad voor zit. Ik bedoel, dan dat. Was hij al in Oostenrijk of is hij. Ja, nou, volgens mij is hij weer terug inmiddels, maar dit was een paar weken geleden. Die foto hebben we toch gezien dat hij in de rij stond op Schiphol, hè, met zijn petje en zijn rugzakje. Ja, daar hebben we het over gehad. Daar was hij speciaal gaan staan om ook mee te leiden met de bevolking. Ja. En vervolgens is hij dus in Oostenrijk gevonden door een journalist. En daar schijnt hij dus de hele dag op het balkon in zijn zwembroek te zitten bellen en appen. In zijn eentje. Dus dat is zijn Nee, ik gun hem van harte een normale vakantie. Iedereen mag normaal met vakantie, dat is geen probleem. Ik ben per slot rekening ook met vakantie, terwijl ik notabene met pensioen ben. Hè, wat is eigenlijk vakantie als je met pensioen bent? Ook een hele rare vraag, toch? Een soort van dubbele vakantie. Het gekke is, als je met pensioen bent, kun je eigenlijk op elk denkbaar moment met vakantie gaan. En toch hou je uit een soort van traagheid, hou je de klassieke vakantieperiodes aan, terwijl het helemaal niet meer nodig is. Maar hoe voelt het voor jou dan nu, deze vakantie? Voelt het anders dan dat je thuis bent? Ja, zeker. In principe zou ik zeggen, is thuis zijn op dit moment beduidend comfortabeler dan hier zijn. Om de eenvoudige reden natuurlijk dat ik hier kleiner behuisd ben dan thuis. En dat ik thuis een airco heb en die heb ik hier niet. Dus ja, je moet steeds alles tegen elkaar openzetten. En je kunt je pas na achter op het terras vertonen. Dat je anders smelt. Hè? Ja. Dat je gewoon vanzelf wegloopt als het ware. Ja. Nee, dus in die zin hadden we beter thuis kunnen blijven. Maar ga je dan s'avonds ook naar een stadje toe? Of ga je ergens uit eten of een wandeling maken? Met mijn voet niet, nee. De rest van het gezelschap gaat buiten de deur eten. En ik heb twee boterhammen als je het per se wil eten. Mag er ook uitknippen. Ik heb twee boterhammen met oude kaas gegeten. En een halve boterham met pindakaas. En nog wat worteltjes. Dat was mijn... Ik ben thuis gebleven. In je eentje? Ja, ik heb geen zin om zo'n heel hinkeltraject af te leggen. Ja. Nee. Ja. Blijf liever thuis. Nog één vraag. Lekker lezen ook. Lekker lezen, dat is toch wel fijn hoor. Ja, dat is wel rustig, dat is fijn, ja. Nog één vraag over die inflatie. Stel dat ze nou zeggen, we geven iedereen 2000 euro. Vind je dan dat er een verschil gemaakt moet worden? Nou, ik zou niet iedereen 2000 euro geven. Dat lijkt me hartstikke... Ik hoef toch geen 2000 euro te hebben? Nee, maar maar dan gaan ze dat uitzoeken van... de hoge inkomens geven we het niet, maar dat duurt weer langer. Ja, dat lijkt me, dat duurt weer langer. Kijk eens, bij de AOW ligt dat anders. Iedereen krijgt de AOW, zoals je weet, ook als je het niet dringend nodig hebt. Maar in een geval als dit, waarbij het gaat om een tijdelijke subsidie op plots gelegen rezenkosten, daar zou ik zeggen, zoek nou even uit hoe het zit.
Nou begreep ik dat de Belastingdienst eigenlijk niet langer in staat is om iets uit te zoeken. Maar ook dat is het gevolg van incompetent overheidsbeleid. De Belastingdienst is door de overheid zelf kapot gemaakt. En eindeloze reorganisatie, bezuinigingen. Ja, dan weet je dus dat die dienst in feite volledig ontregeld is geraakt. Ik zwijg dan van de toeslagen en zo. En nogmaals, dat is regeringsbeleid geweest. Alles moest kleiner, goedkoper en sneller. En het gevolg is dat het helemaal niet meer of niet meer kan. Dus ja, ik zou zeker niet aan iedereen 2000 euro cadeau gaan doen. Oké. Dus dat moet wel uitgezocht worden, wie dat echt nodig heeft. Ja, dat lijkt mij wel. Nou, is een andere maatregel die genomen kan worden, is bijvoorbeeld een maximum stellen aan de energieprijzen. Dat hebben ze in het buitenland ook gedaan. Ja, dat kun je doen, maar dan werkt de subsidie dat weer omgekeerd natuurlijk. Dan doe je dat bij de bron, bij de pomp, zal ik maar even zeggen, voor het gemak. Dat kan je natuurlijk ook doen, maar daar profiteer ik dan net zo goed van als arme Nederlanders. Dus ook daar zou ik zeggen, het is wel een heel generieke maatregel. En dan denk er nog eens over na. Als het wat efficiënter kan, mij best. Ja. Ik hoef aan de pomp niet gesubsidieerd te worden. Nee. Nou, het gaat bijvoorbeeld hier ook over de energiebedrijven die de stroom leveren voor jou thuis. En het schijnt dan ook. Nou, energiebedrijven, dat zijn vaker gereuze stroomgebruikers en leveranciers. Daar moeten specifieke maatregelen bij getroffen kunnen worden. Ja. Lijkt mij. Ja. Het schijnt in Nederland nog wat lastig te zijn, omdat bijvoorbeeld in Frankrijk noemde jij net, nou, daar is het aanbod van partijen die energie leveren is redelijk door de staat georganiseerd, dus dat is overzichtelijk. Maar we hebben hier natuurlijk heel veel aanbieders, dus dit is heel versnipperd en dat kan het lastiger maken. Ja, precies. Ook hier kunnen we misschien weer eens de kritische vraag stellen, was dat allemaal wel zo dringend noodzakelijk? Was dat allemaal wel zo ongelooflijk verstandig, dat hele privatiseringscircus wat we op hebben getrokken? En was het wel verstandig om de NS zogenaamd te privatiseren, om die hele energieboel, afgezien van natuurlijk het energienet zelf, dan dat is nog wel in overheidshanden. Was het verstandig om dat te versnipperen over een hele reeks van leveranciers? Wat heeft dat precies opgeleverd? Het idee was de competitie en dan wordt alles goedkoper en eenvoudiger, maar dat is de vraag of dat ook gebeurd is. We plukken ook hier weer de vruchten van 40 jaar privatiseringsbeleid. Dat alles aan de markt moest worden overgelaten. Misschien zijn er wel dingen die je niet aan de markt moet overlaten. Bijvoorbeeld de energiebetrouwbaarheid. De levering, de betrouwbaarheid van de energielevering. Of het onderwijs, of de ziektekostenzorg. Of nou ja, al dat soort van dingen. Overal kijkt altijd het privatiseringsduiveltje om de hoek. Hè. En dat, ik denk dat we daar in allerlei opzichten in de verkeerde richting zijn ingeslagen. Ja. Het is natuurlijk ook wel gevaarlijk als je nou met een maximum prijs voor de energie gaat werken. Want die energiebedrijven hebben natuurlijk wel die hoge inkoopprijzen. Dus er is het kan zijn dat er dan ook bedrijven om gaan vallen. Hè? Nou, dat zie ik voorlopig niet zo gebeuren. Dat ze dus over de hoofden eigenlijk van allerlei stumpers miljarden verdienen. Hè? Wat was het in Engeland dat ze een extra fiscale heffing erop gelegd hebben? Ja, Shell, ja, dat klopt, ja. Nou, wat mij betreft doen wij dat ook. Ja, ja, dat zal het dan wel weer niks vinden, maar goed, Shell heeft ons toch in de steek gelaten, dus waarom niet? Ja. Ik begreep ook van huisartsen dat die inflatie ook doordringt tot in de spreekkamer, omdat mensen bijvoorbeeld gezondheidsklachten hebben als geldstress en fysieke en mentale klachten. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, dat mensen zich zorgen maken en dan even niezen. Gezondheid. Dat kan. Ja, dat bij alles, bij dit soort van ontwikkelingen zijn natuurlijk allerlei mensen die zich zorgen maken. Dus ja, nogmaals, neem snelle, effectieve, gerichte maatregelen. Geen generieke maatregelen. Oké. Alle ogen dus gericht op het kabinet en de komende weken zal daar ongetwijfeld een geluid hebben. Ja, laten ze eens wat effectiefs doen. Ja. Schiet ook eens een beetje op met al die andere dingen die allemaal blijven liggen en blijven sudderen en doormodderen. Ja. Duco Spakman heeft ons geschreven, 25 jaar, hij is docent aardrijkskunde en hij heeft nog een aanvulling op de plaattektoniek. Hij zegt namelijk dat de platen... Dat heb ik gelezen. Dat die convectiestromen in de mantel, dat die tegenwoordig eigenlijk een beetje, dat die niet meer zo belangrijk lijken te zijn als we ooit dachten. Achterhaalde kennis noemt hij het. Ja, dat is maar de vraag.
feit is eigenlijk, je kunt het beter wat anders formuleren. De redenen van die subductie en die tektoniek, die zijn, of de, laten we zeggen, de relatie tussen wat er in die aardmantel gebeurt en de gebeurtenissen van de platentektoniek, blijkt veel complexer in elkaar te zitten dan wij dachten. En we weten eigenlijk niet precies hoe het in elkaar zit. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ervan heb begrepen. Dat het, zoals zoveel dingen eigenlijk, we ontdekken iets. We ontdekken iets wat op zichzelf principieel juist is. Maar de precieze manier waarop het mechaniek werkt, daar komen we achter dat die altijd wat ingewikkelder is dan wij gedacht hadden. Neem de evolutie, idem dito. Wel interessant wat hij schrijft, dus de delen van een plaat die het verste weg liggen, die zijn dus het oudste. En dit oudere gesteente heeft ook langer de tijd gehad om af te kunnen koelen, waardoor de dichtheid toeneemt. Ja, waardoor het zich anders gedraagt dan wanneer het net ontstaan is. Het is dus zwaarder en begint dus ook eerder te zinken. Ja. En de rest van de plaat wordt dus meegesleurd de mantel. Maar er moet wel eerst convergentie zijn. Ik heb nu dus die Rachman heb ik uit. Dus nu moet ik iets anders kiezen. Ik zal eens kijken wat ik voor de volgende week zou kunnen doen. Ik weet het eigenlijk niet precies. We kijken gewoon even hoe de week zich ontwikkelt. Misschien dat we ook eindelijk ander weer krijgen. Mag ik er ook eens op wijzen? Niet waar? Hoe lang? Jarenlang? Niet waar haasten Nederlanders zich naar de Mediterranee om daar in de zomer op het strand te gaan zitten? In die afschuwelijke temperaturen die daar toen al bij de zo rond de 30 graden waren. Ik herinner mij een aantal ongelukkige weken verbleven te hebben aan de Franse zuidkust. Ik heb er nooit iets mee gehad, moet ik zeggen. Maar mijn familie wou daar ook graag af en toe naartoe. En nu hebben we het hier. En nu merk je pas hoe verdomme onaangenaam die warmte is. Dat je feitelijk geen kant op kon. En zeker als bejaarde is het buitengewoon onaangenaam. Waarom ga ik naar Texel om daar fijn te kunnen wandelen? Afgezien van mijn enkel banden dan, dus ik zou het nu sowieso niet kunnen. Maar je kunt niet bij 30 graden met stralende zon gaan wandelen als bejaarde, want dat word je dood. Dat kun je niet doen. Zijn er eigenlijk plekken, want ik hoor ook heel veel verhalen van mensen die dan naar Scheveningen zijn gegaan en daar is het strand zo ontzettend vol, dat er allemaal ruzies ontstaan tussen mensen. Kan ik mij alles bij voorstellen als je die foto's ziet, maar goed, je begrijpt dat ik daar nooit en ten nimmer heen zou gaan. Op dit moment zou ik, wat mij betreft, zou ik liever thuis zijn dan dat ik met vakantie ben. Dat moet ik je wel eerlijk bekennen. Is er wel een plek aan de kust waarvan je zegt, nou, dat is je gaat nu naar Texel natuurlijk, maar is er een andere plek waarvan je zegt, dat vind ik wel een mooie plek? De stranden namelijk in Zeeland zijn heel anders dan de stranden bijvoorbeeld bij Scheveningen. Oh, we zijn ooit als een keer naar Zeeland geweest. Dat was wel vrij komisch. Ons toen nog enige kind, dat die was echt een jaar of 2, 2,5. En we hadden daar zo'n strandhuisje gehuurd en met zo'n dekentje ervoor, daar zit je dan als jong gezin. En het idee was natuurlijk dat hij, de 2,5 jaar, ook een beetje over het strand zou wandelen. Maar gek genoeg weigerde die pertinent met zijn blote voeten over het zand te lopen. Dus toen hebben we die 2 weken gewoon op dat dekentje doorgebracht, omdat hij helemaal geen zin had om op het strand te lopen. Hij vond het denk ik maar een beetje eng. Ik zou zo goed, zo gauw zou ik eigenlijk niks weten. Maar er zijn ongetwijfeld ergens zijn verlaten, rustige plaatsen. Ik zou zeggen, ik heb net die detective in een roman zitten lezen over de Shetland-eilanden. Wat dacht u van de Shetland-eilanden? Ik heb de indruk dat die ook, dat er wel wat verlaten strandjes nog te vinden zijn. Ja. Er zijn natuurlijk tal van plekken. Kijk, de mensheid heeft die wonderlijke neiging op om een kluitje bij elkaar te gaan zitten. Maar er zijn tal van plaatsen waar je schijnt nog heel fijn eenzaam naar de zee kunt staren. Zoek ze op, zou ik zeggen. Domburg wordt vaak genoemd in Zeeland als mooie plek. Ik moet er niet aan denken. Zodra het iets is waarvan je denkt, heb ik wel eens van gehoord, dan begrijp je dat het te druk is. Dus ik zou zeggen, ga vooral niet naar Domburg. Ja, ik gun het Domburg graag. Maar nogmaals, ik zou toch geneigd zijn om te zeggen, als onze zomers inderdaad structureel warmer worden, dan zou ik zeggen, is er structureel meer reden om gewoon thuis te blijven en dan bijvoorbeeld in september of in mei eens een weekje te gaan. Ja. Als je dan toch per se met vakantie wilt, laat ik dat even vooropstellen. Hmm.
Hoe heb je het nieuws gevolgd over die neergestoken schrijver Salman? Dat wordt ook nog gevraagd door luisteraars. Ja, Rushdie, ja, dat is, vond ik wel ook vrij dramatisch, toch? Ik had niet gedacht, ik gewoon, nee. Iedereen was toch een klein beetje vergeten dat Khomeini die fatwa had uitgesproken. Want dat is ergens gebeurd in, nou ja, de vroege jaren 80, schat ik. En toen dat boek Die Duivelsverzen verscheen. En ja, ondertussen dacht je, nou, nu zullen we dat wel zo een beetje vergeten zijn. En nu blijkt dat daar in Amerika nog weer een halve rare rond te lopen die een aanslag op die man heeft gepleegd. En het heeft geen haar gescheeld of hij was vermoord. Ja. Dat is toch wel vrij dramatisch. Ik weet niet, had hij bewaking of had hij die ondertussen alweer? Hij heeft wel volgens mij jarenlang een soort bewaking gehad en moest er rekening mee houden dat. Maar ja, ik vond het wel heel, heel tragisch, ja. Ja, en de gevolgen zijn ook best wel heftig, want hij is inmiddels wel weer aanspreekbaar, begrijp ik. Maar hij liep leverschade op en waarschijnlijk moet hij ook een oog missen. Ja, hij is zwaar beschadigd en hij is volgens mij van mijn leeftijd of ouder, dat weet ik niet precies. Hmm. Is dit iets waar jij zelf ook wel eens bang voor bent geweest? Want hij was ook een lezing aan het geven, deze man, en is tijdens die lezing aangevallen. Heb je daar ooit zelf wel eens over gedacht dat dat kan? Nee, nooit. Ik heb wel de indruk toch dat Salman Rushdie een totaal andere figuur is dan ik. Bij mijn weten was Khomeini niet op de hoogte van mijn bestaan. Dus, is dat weer een koffieapparaat? Ja, die spoelt dan eens in de zoveel tijd. Weet het je is ook? Net of de nieuwe cyclus van Tata Steel begint te draaien. Nou ja, dat roept wel weer de vraag op, want ik zag die deze week weer een paar keer binnenkomen van waarom zitten jullie toch in hemelsnaam iedere keer in die auto? Nou ja, daar heb je dat. We zitten nu niet in een auto. Nee, nu niet. Ik zit in een slaapkamertje, om het precies te zijn, in een ontzettend leuk huisje wat ik op Texel gehuurd heb. Ver van alle drukte, godzijdank. Rondom ongehinderd uitzicht. Voor zover het mogelijk is om hier buiten de drukte op te houden, doe ik dat ook. Maar, nou ja, ik moet het weer herhalen, maar alles bijeen zou ik zeggen was het handiger geweest om dan 3 dagen thuis te blijven. Het schijnt minder te worden, die idiotie van die hitte, hè? Ja, er komt regen aan de komende week. Volgens mij wel een paar millimeter. Ja, maar nou wordt het alsmaar voorspeld. Moet het even afwachten. Sesame Oula. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes.